eerste keer hier. Ik sta hier bij het UNC samen met Marcel van den Hoek, locatiemanager. Mijn vraag aan jou is eigenlijk, wat is dit hier? Wat houdt dit allemaal in? Wij verzorgen hier sport voor studenten, buurtbewoners, afgestudeerde medewerkers. En ja, je kunt hier gewoon fitnessen. We hebben de conventionele krachtapparatuur. We geven kleine lessen, waar we hier staan, geven kleine lessen aan een groepje mensen van 10, 15 mensen. En dan moet je denken aan hoogintensiteits intervaltraining. Heel leuk. Iedereen is super enthousiast. Dus, ja. En zijn er nog veel studenten die hier... Ja, er zijn heel veel studenten. Voornamelijk HVA-studenten, UvA-studenten. Dat is al onze primaire doelgroep inderdaad. Ja. Superleuk. En hoe laat zouden studenten hier dan kunnen fitnessen? Nou, officiële openingstijd is 8 tot 11. Maar we zijn nu een pilot gestart dat we om 7 ochtends open gaan. Oké. En hoogstwaarschijnlijk gaan we dat vanaf het nieuwe seizoen gaan we dat gewoon aanhouden. Maar het is nog niet 100% zeker. We moeten eerst gaan evalueren van hè, loopt het? Ja. Vinden mensen dat fijn? Dan gaan we verder kijken of we dat kunnen doorzetten. Ja. En hoe lang zijn jullie hier al bezig? We zijn hier nou bijna 4 jaar aan de slag. Ja. En dus is het wel druk gewoon altijd? Of... Nou ja, de piektijd is vanavond 's avonds, zoals bijna elke sportschool. Dus meestal tussen een uurtje of 4-5 begint het. Tot een uurtje of 8, dan is het echt wel de topdruk. Vooral maandag, dinsdag, woensdag. En daarnaast ja, is het gewoon goed te doen. En hoeveel betalen studenten hier dan voor? Het is een beetje een tricky vraag. Maar... Nou, tricky is het niet hoor. Nee? Als je gewoon omreedt, zijn we eigenlijk nog goedkoper dan basic fit, goedkoper dan fit voor vrienden studenten. Want bij ons betaal je gemiddeld ongeveer 13 euro per maand. Dus okay. Dat ga je echt niet echt anders. Nee, dat En dat is natuurlijk niet alleen om het geld. Hè. Kijk, fit is allemaal budget fitnessen. Yeah. En wij hebben echt premium apparatuur, echt opgeleide trainers. En ja, het is gewoon een heel ander soort sportschool. Dus je kan hier gewoon voor iedereen vragen hoe alles werkt. En ja, zeker. En het is ook wat gemoedelijk hier. Iedereen kent elkaar een beetje. Het is niet redelijk zo. Iedereen gedraagt zich wel goed sociaal. Ik denk niet dat niemand als je gaat sociaal te vragen. Ga ik het even uitproberen. Dus, dankjewel. Ja, veel succes. Dankjewel. Ja. Ik ben thuis en ik heb echt gigantische spierpijn. En ze zeggen altijd dat het een positief teken is. Dus wil jij nou ook spierpijn? Nee, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Maar wil jij ook lekker sporten? Kijk dan eventjes hierboven op de website. Ik weet dus nog steeds niet aan welke kant het is. Kijk dan eventjes voor meer informatie over het USC. En wie weet zien wij elkaar daar wel een keertje. Want ik kom er zeker terug. Als je dit ook een leuke video vond, dan kan je eventjes hier zo abonneren. En als jij... De video van Sofian, hoe je sport combineert met je studie, kan je die hier zien. En mijn vorige video over het genderaspect kan je hier zien. En dan zie ik jou weer terug bij de volgende video. Doei! Oh, dat was al een beetje awkward.